De avond valt, de dag is voorbij, je loopt eenzaam over straat. Ooit was het in voor en in tegenspoed, nu weet je, diep in je hart. Het komt nooit meer goed. Wat moet je met mijn planten? We hebben hier ruimte nodig, man. Misschien kun je ook wat doen, dit is maar een idee. Een slecht idee, ja. Net zoals die duiven, die leren het roepen. Ben je er nou al spijt van te krijgen? Zit je nou te zeiken, man? Je geeft ze één vinger en voor je het weet zit je heel huis vol met die stinkduiven. Vliegend ongedierte. Jij maakt misbruik van het feit dat ik geen nee kan zeggen. Dat zou je ook. Ze gouden deal, maar als je het mij vraagt. Ik lever de duiven, ik verzorg ze, ik heb de no-ho. Ja, en ik de overlast, ja. Straks het gezeik met de buren. En dat Belgische kreng wat ze het regen aan gaat bemoeien. En waarvoor? Voor de kwart van de winst, vuile afzetter. Welke winst, broek dossier? Trouwens, als je niet bevalt, dan pak je de boel er niet lekker in. Wacht jij nou maar dat straks het prijzengeld hier dat rottige plaatje van je komt opvliegen. En doe ondertussen wat wil je. Hoe eerder wij die troep hier klaar hebben, hoe eerder wij gaan verdienen. Begin jij even met dat net. Net? Het net daar. Wat is dat net nou weer voor? Dat ze niet wegvliegen natuurlijk. Die beesten moeten wennen. Zonder net zijn die meteen vertrokken. Prima duif, ik hoor het al. Ik dacht dat de juiste bedoeling was dat die beesten iedere keer terugkwamen. Ja, dat doen ze ook, maar niet meteen. Die beesten weten niet meteen dat ze naar dit adres moeten terugvliegen. En wat mag dit voorstellen? Dat zei ik, Fabiola gaat ze tegenaan bemoeien. We vroegen ons al af waar je bleef. Dat zijn duivenhokken. Ja, dat zijn postduivenhokken, mevrouw Huismans. Ik kon een partij op de kop tikken en ik kon ze bij mij niet kwijt, dus... Postduiven? Ja, maar u zal er verder geen last van hebben, hoor. U zult zien dat wij... Mijn vader hield ook duiven. Oeh, dat doet mij denken aan mijn jeugd in de Kempen. Oh ja, is uw vader ook duivenmelken? Hoor je dat, Fred? Ja, ik hoor het, ja. Ah, dat lieflijke koer en die tortelende duiven en die til in de tuin. Och, dat is zo... Ik wist wel dat het een slecht idee was. Als zij het leuk vindt, ben ik helemaal overtuigd. Gadverdamme. Nou, zoeken we samen maar uit. En dat roekoe. Ja, dat geluid. Dat jij. Dat roekoe. Nee, dat komt nog niet. Ja? Wat moet jij nou weer? Ah, meneer Schuit. Mag ik u even voorstellen? Het is meneer Voorthuis, de aannemer. Ja, meneer en ik kennen elkaar. Oh ja? Nou, dat treft. Wij kwamen het huis bekijken in het kader van de renovatie, weet u nog. Schrikt het? Helpt als ik nee zeg. Die meneer Schuit. Altijd zo'n origineel gevoel voor humor. Nou ja, dat is lachen. Nou, dat is het dan. Ik ken de griepers. Nou, even kijken. U zult zien, meneer Schuit. Het wordt weer als nieuw. U bent natuurlijk mevrouw Huisman. Mag ik me even voorstellen? Henk van der Erebeemt, projectleider van de renovatie. Aangenaam. Aangenaam. Ik neem aan dat meneer Schuit wel verteld heeft wat er te gebeuren staat. Nee, niet precies, nee. Beetje langzaam praten graag. Mevrouw Huisman hier is Belgische, dus een beetje traag van begrip. Bovendien hield haar vader duif, ik bedoel maar. En meneer Schuit hier is Hollands, dus onbehouden. En overigens een buitengewoon onaangenaam mens, maar dat zult u al wel gemerkt hebben. Tussen de schuttingstaal door heb ik inderdaad begrepen dat het huis opgeknapt gaat worden. Wat dunkt me hoog tijd wordt. En daar wou ik het nou eens met u over hebben. Ik heb al meerdere malen gevraagd om een deur op mijn trap. Daar gaan we weer, de deur op de trap. Zeik toch niet altijd over die deur, mens? Ons hele huis wordt gesloopt als we niet oppassen. En jij begint weer te meijeren over die deur. Mensen, mensen, laten we even rustig gaan zitten. Dan kan ik uitleggen in alle rust wat het... Wel een puinhoop. Even langs. U zult zien, meneer Schuit. Het wordt weer als nieuw. Misschien wil ik het wel helemaal niet. Niet als me dat een vermogen aan huurverhoging gaat kosten later. Heb ik nog wat te zeggen over wat er in mijn eigen huis gebeurt of waar zit dat? Tuurlijk hebt u inspraak, meneer Schuit. Dat is goed dat u dat zegt. Want ik heb drie kleuren tegels bij me voor de douche. U mag zelf kiezen.
De hele renovatie is natuurlijk een goedkope truc om die huur omhoog te kunnen gooien. Nee, we doen het allemaal voor u, meneer Schuit. Moet u eens kijken. Sahara beige. Bonaire blauw. En Hollands blank. En mag ze even houden, hoor. Kunt u nog over denken? Dan nog iets. Oh ja, hier heb ik het. In sommige gevallen is het mogelijk, indien gewenst, de woning middels koop te verwerven. Waar slaat het op? Nou, om al te grote spreiding van de woningen tegen te gaan, is het in sommige gevallen mogelijk dat huurders het huis waar ze in wonen kunnen kopen onder gunstige condities. Oh ja. Ja, maar dat is in uw geval niet van toepassing. Waarom dan wel niet? Je bent oud. Dat is meer een regeling voor jonge gezinnen, zal ik maar zeggen. Waarom zou u op uw leeftijd nou een huis willen kopen? Om types zoals jou in die bunker wel buiten de deur te houden, bijvoorbeeld. Schuit, u moet gewoon fijn huren, dat is veel verstandiger. Ja, kan het nog wel of kan het niet? Ja, in principe kan dat wel, maar in praktijk niet. In uw geval. Mijn geval? Dus nou opeens ben ik in geval, is het dat? Nee, natuurlijk. In principe geldt de regeling natuurlijk wel voor u. Zou u uw huis willen kopen? Kom, zeg, we zien me vooran. Waarom zou ik die babel willen kopen? Je hebt net gehoord wat die koppelbas heeft gezegd. Geen arm of die daar aan denkt. Nee, het gaat me om een principe. Daar gaat het me om. Ik moet een keus kunnen maken. Een keus, daar gaat het om. Net zoals tegen de mof. Ja, natuurlijk. Tuurlijk, gelijk. Ja. De keus is nu. Mooi. Dat wil ik alleen maar even zeggen. Ja, ik heb het wel gezien. Nou, boven valt reuze mee. Moet goed onderhouden. Een paar kleine dingetjes, maar... Er was een heel verschil met beneden. Tja, aan het huis herkent men de bewoner. Maar hoe zit het nou met die deur op de trap? Dat valt net even buiten het pakket, mevrouw. Maar ja, ik vraag het voor u na. Dus alleen beneden de grote beurt. Wat doen we met meneer? U bedoelt... Die gaat toch wel weg, mag ik hopen? Meneer gaat helemaal niet weg. Ik heb moeilijk om hem heen bouwen. Ja. Hebben jullie niks anders? Een wisselwoning hier of zo? Een flink eind uit de buurt als het kan. Alleen flats in Zuidoost. Ideaal. Zijn jullie helemaal belazerd? Misschien wel het beste, meneer Schuit. En die flats zijn het enige wat leeg staat, ben ik bang. Vertel mij wat, ja. Met toch geen geld toekrijgen aan een normale mens in. En mij ook niet. Maar hij kan hier niet blijven. We hebben grote problemen met de jongens. Problemen met de jongens? Nee, ik zou me een beetje weg laten sturen door een zootje zwartwerkers naar Klein Paramaribo. Over mijn lijk. Hoor je dat, betonvlechter? Over mijn lijk. Goed, niet naar Klein Para. Naar Zuidoost. Hebt u misschien familie, meneer Schuit? Hij heeft een dochter in Goes. Jou spreek ik nog, Belgisch paard. Zij zijn straks weg, maar er is hier nog steeds geen deur op je trap onthouden. Ook niet naar Goes, begrijp ik. Nou, jullie zien maar, ik heb nog meer te doen. Mevrouw Huisman. Nee, voor het huis. Oh, ik reken op u voor die deur op de trap. Schuit. Denkt u er maar eens rustig over na, meneer Schuit. We hebben nog wel even, want het is nog niet zover. En, denkt u dan ook even over de kleurtegels? Wij houden contact. Dag meneer Schuit. Tot ziens. Dag mevrouw Huisman. Wat een alleraardigste heren. Zo, dat zijn ze allemaal. Nou, dat was het wel zo'n beetje, hè? Manden, klok, voer. Ah, leuk netje trouwens. Hoeveel zijn het er wel niet? Veel. Ja, precies weten doe ik het niet. Ze waren van mijn vader zalig, hè? Ah, zijn lust en zijn leven. Gek was die met die beest. En hij won er prijzen mee? Nou, wat heet kampioenen, meneer. Stuk voor stuk. Nee, daar gaat meneer heel veel plezier aan beleven, hoor. Aan die duiven. Ja, want we wilden wel wat aan verdienen, ja. Nee, dat is wat ik zeg. Het is een hele goede investering. Het is een goudmijntje. Nee, het is dat ze ons te veel aan vader deden denken. Anders hadden we ze natuurlijk nooit weggedaan, hè. Dan zouden we er zelf nog wel wedstrijd mee gevlogen hebben. Maar, nou ja, de emotie. Ja, die 3000 piek zullen ook wel een beetje geholpen hebben, hè. Ah, meneer, schijn er toch uit. Hou nou toch op, zeg. Als we per stuk hadden verkocht, dan hadden we de kapitalen voor kunnen krijgen.
Maar dat vaders levenswerk in zijn geheel behouden kon blijven, dat heeft voor ons toch de weegschaal doen doorslaan. En we zagen met meneer hier dat we natuurlijk met een echte duivenliefhebber van doen hadden. Ja, dat begrijp jij niet, Fred. Hé, hey, duiven, dat zit in mijn bloed. Wij hadden thuis een schilderij met duiven. Oh, mooi. Ja. Zeg, nou, ik moet er weer vandoor, dus als we even kunnen afrekenen. Oh, nee, dan kan de familie zich weer aan het rouwproces wijden. Hè, zal ik maar zeggen. Wat ik vragen wou, hoe zit het met de garanties? Want het is natuurlijk wel een hoop geld. Nou, succes gegarandeerd hoor, meneer. Daar hoeft u zich geen zorgen over te maken. Wel een beetje rustig aandoen, u moet ze niet meteen loslaten. Maar wanneer kunnen we er dan mee beginnen? Snel, snel. Een paar weekjes, maandje. Zeg ik toch wel. 9, 3000. Zo, nou. En als u ze nog eens een keertje wil zien, kom gerust langs. Hoor. Nou, dat is heel erg aardig van u, maar ik ben bang dat het me te zeer aangrijpt. Hè? Ja, ja. Het is nog vers en... Nee, beter zo. Ja. Nou, dus veel succes, heren, en zorg goed voor ze. Hé, hey, daar kan ik op rekenen, hoor. Oké. Okay. Ja. Fantastisch, zo fantastisch nou. Help nou even die beesten in die hokken doen, man. Kom nou. Kom maar. Even langzaam. Kijk. De duivel schijnt ook op grote hoogte. Ja. Dat is wel waar. Ja. Pilsje, Fred. Hey, Fred. Die is voor mij, Frits. En meteen even... Jullie kennen elkaar? Joop, Fred. Ja, ik heb reeds genoeg gehad. Ja. Hoe is het met het rouwproces? Ja, dat blijft moeilijk, hè. Dat blijft moeilijk. Goeie vader. Hey, laat me zitten. Ja, je ziet er ook erg aangeslagen uit, ja. Maar geld maakt een heleboel goed, geloof ik. Zeg, wat ik trouwens nog wil vragen. Ik wist niet dat die brief voor kinderen had. Ja. Ja, maar kijk, ja, we waren niet zo familiezie. Hè, zou ik maar zeggen. Ja. Goeie vader. Dom, zeg, ik moet er vandoor. Er komen nog mensen kijken. Hé, hey, Joop, ik vond het gezellig. Ik hoop jou ook succes in Nijmegen. Hé! Hey. Doei! Hé, er zit iets op je rug, Fred. Hé? Hey? Gadverdamme, die vuile stinkduiven. Maar dat is gewoon van die stomme Arie. Biele randfiguur. Dus tegenwoordig duivenmelk, rovier hem. Heb al die duiven overgenomen die oude Brevoort. Ja. Daar ken ik dat lekkere zoontje van. Ja, die is alles aan het verpatsen. Oh, zeg, heeft Arie die duiven? Ah, leuke hobby. Duur, maar leuk. Ja, maar wel bij mij achter. Daar heb ik overal goed voor. Hoe bedoel je duur? Nou, dat is een heel gedoe en zo, hè. Je moet met wedstrijden meedoen. Je moet die beesten vervoeren. En je moet lid worden van een club. En dan dat speciale voer. Nou, dat tikt lekker aan, hoor. Maar ja, wat ik zeg, ook heel leuk. Maar je kan er toch wel aan verdienen? Ja, aan de lotto ook, Fred. Zie je wel. Ik wist wel dat hij zich liet nippen. En die link mij maar rondjes geven van Arie 3000 piek. Dat is toch penis, man. Dat zoontje dat heeft zeker 80 miljoen overgehouden aan de dood van die man van Brevoort. Misschien wel een tonnetje. Een tonnetje? Ja. Ik dacht dat jouw Brevoort ging nagen. Laat hem een seconde krabben. Maar dat had hij ook niet. Maar dit huisje van hem. Ja, dit heb hij 3 maanden geleden gekocht. Voor heel weinig dus. En nou gooit zo'n lief het in de verkoop. Ja, is toch om achtelijk van te worden, Fred. Ik begrijp het niet. Dat hele blok waar Joop Brevoort in woonde, dat is verkocht een paar maanden geleden. Aan de huurders. Voor de verhuurde prijs natuurlijk. Voor heel weinig dus. En nu staat het leeg. Ja? Bingo, koekenbakker. Kassa. Kijk, bewoond zal die dingen geen reet voor, maar leeg. Hoe zal gaan? Nou, dan lieg ik niet, Fred. 120, 130.000. Ja. Dus. Dus, crying all the way to the bank, man. Volkopen en leeg verpatsen. Ah, je snapt er ook geen reet van. Frits, doe hier wat. Het is toch een buitenkansje, man. Ik wou dat die ouwe van mij zo dood ging. Hé, hey, Fred. Denk er, joh. Dan gaat het over. Doe eens maar even langs. Jongen, zeg, ik ben blij dat ik weg ga. Wanneer ga je dan verhuizen? Hè? Wanneer ga je dan verhuizen?
Oh, een week of twee, hoop ik. Er moet nog het een en ander gebeuren. Maar hoe is dat in ik dan? Dan zoekt u toch gewoon een nieuwe huurder. Ik heb nog wel een paar vrienden die omhoog zitten. Alsjeblieft niet, zeg, kom. Je bent me alles meegevallen, dat geef ik eerlijk toe. Maar om hier nou meteen een opvakcentrum voor de zwarte flikkers te beginnen, nee. Nou, dan niet. Hé, hey, mevrouw Huisman. Zeg, is uw tv nog niet gemaakt? Praat er me niet van. Nou, zal ik dan maar wat koffie zetten? Nee, dank je, ik heb zelf. Ik heb maar niet op zijn gastvrijheid gerekend. Nou, misschien zou u een beetje normaler tegen mevrouw Huisman kunnen doen. Het is maar een idee, hoor. Een slecht idee, hoor. Nou ja, ik ga in mijn nieuwe huis aan de slag. Veel plezier samen, hè? Dag! Bingo, begint steeds bij te komen. 5, 57. Bingo, prima. 100 gulden erbij en snel de nieuwe kaarten. Daar komen ze weer, de oneven getallen. Voor Adjan Bart. En we strepen er 8 weg. En Henny en Christian krijgen natuurlijk weer de even getallen. Daar komen ze. Dank je. Ook daar verdwijnen er 8. Volgende woord. Jan Bart. Heb jij dan misschien voor mij... Ja, natuurlijk. Dank je. Nou. We moeten maar iets van zien te maken, hè? Ik mag hopen dat mijn tv morgen gerepareerd wordt. Ach ja, die tv, ja. Nee, natuurlijk. Nee, maar dat bedoelde ik niet. Ik bedoel het meer in zijn algemeenheid. Bij wijze van spreken, het leven dus. Kijk, ik zat zo te denken. Als Winston straks weggaat, dan zijn we toch op elkaar aangewezen, ja toch? Ja, ik wil niet zeggen dat we iedere dag samen moeten eten. Hè? Dat wil ik helemaal niet zeggen. Het is meer dat we af en toe samen wat kunnen doen als we dat willen. TV kijken bijvoorbeeld. Meer samen doen? Jij en ik? Ja. Winston en ik hadden daar een prima regeling voor. Ik deed wel eens een boodschapje en Winston kookte dan altijd. Dat hadden we toch goed geregeld? Jij deed wel eens een boodschapje. Ja, en dat voor ons allebei was dat een uitkomst. Vraag maar een winst om. En we deelden de kosten. Ik verrekende bijvoorbeeld de kosten van de boodschappen weer voor een deel met zijn huur. En dat hielden we allemaal heel precies bij. Wie hield dat bij? Ja, ik natuurlijk, logisch. Kijk, rekenen en exactheid zijn natuurlijk niet direct winst onze sterkste punten. Het is en blijft een Surinamer. Ja, niks te nadeel hoor, fijne jongen. Maar kijk, dat soort dingen kan je natuurlijk beter aan mij overlaten. Kijk. Oh ja, hier heb ik het. Kijk, zo hield ik dat bij. Eerlijk en precies, streng maar rechtvaardig. Kijk, hier staat bijvoorbeeld dat Winston na aftrek van kosten nog 135 gulden van me krijgt. Weet hij dat ook? Ja, dat zal ik hem vertellen. Dat zal ik hem ook heel snel geven. Maar daar gaat het nou niet om. Kijk, Winston gaat weg, dus die bladzij slaan we om. En ik stel voor dat wij samen met een schone lei beginnen. Wat vind je ervan? Ik had liever dat mijn tv gemaakt werd. Ja, natuurlijk. Maar intussen zit je toch goed? En je kan kijken zowel als je wilt. Oh ja? Nou, in dat geval, ik denk er wel eens over na. Maar graag even stil dan, ik wil liever meespelen. Ja, nee, natuurlijk. Ga rustig je gang. Dan reken ik het wel even uit, hè? Wat bedoel je eigenlijk met dan reken ik het even uit? Even kijken. Laat ik niet onredelijk blijven. Een beetje afschrijving, een beetje bijschrijving. Mooi. Heb je nog een beetje koffie? Ja, tuurlijk. Alsjeblieft. Wat heb je nou uitgerekend? Niks. Gewoon dat jij bij mij nu tv kijkt en wat dat kost. Wat dat kost? Ja, natuurlijk. Je kijkt bij mij tv en dat kost geld, stroom. Ik wil een beetje op een knappe bank zitten, in ieder geval zien ze al een kistje. Nou, dat heb ik afgemaakt. Even kijken. Of 2,50 gulden. Leek me niet onredelijk. En dat verrekenen we dan straks wel met de boodschap of zo. 2,50? Ja, het is natuurlijk een symbolisch bedrag. Het gaat om principe. Nou, als jij nou dacht dat ik jou ging betalen omdat jij mijn tv kapot gemaakt hebt... Dat zul je de mensen, we delen toch? Net voor het een goed idee. Delen? In de koffie dan? Hoe zit het daarmee? Dat is mijn koffie. De koffie valt weg tegen het koekje. Laat alsjeblieft redelijk blijven, zeg. Jij... Nou, dat... En die tv gaat uit. Zolang er onderhandeld wordt, wordt er geen tv gekeken. Uit met dat ding. Ja, dat moet wel. Ja. Goedenavond, meneer Schuit.
Mijn naam is Veen, PTT, dienst kijk- en luisterbijdrage. Heeft u een televisietoestel in huis? Nee, nou het gaat ook. Gaat wat minder daar? Ga maar eens hiernaast gaan kijken, zult u een mooie slag slaan. Goedenavond. We komen ook aan de beurt, meneer Schuit. Mag ik even binnenkomen? Ik heb toch gezegd dat ik geen tv in huis heb? In dat geval zullen we er ook geen bezwaar tegen hebben dat ik dat even controleer. Toevallig wel, ja. Ik heb geen tijd voor dit soort discussies, meneer Schuit. Als u mij nu niet binnenlaat, zal ik de politie erbij moeten halen. Oh, ja. Kijk weer niet alleen af. Dank u wel. Je stapel met tonen. Was jij niet in de oorlog voor mijn radio? Was dat je vader? Rover, R-O-P-E-R. Ik noteer dus 1 ontvangeenheid voor televisie... en 1 ontvangeenheid voor radiosignalen. Zo. Dat wordt een flinke boete. En misschien zelfs wel in beslagname van de apparatuur. Wie is dat? Meneer Mussert hier is van de... Dienst kijk- en luistergeld, mevrouw. En er is hier niet betaald. Ik heb wel betaald. Betaal altijd. Met gezonde tegenzin, dat is waar. Want om nou te zeggen dat je er iets voor terugkrijgt... Maar bewijs je natuurlijk kwijt, hè? Nee, helemaal niet. Ik zal het even pakken. Oh. En? Hoe bevalt het nou, zo'n razzia? Als u wel betaald heeft, waarom zegt u dat er niet gewoon? Omdat ik niet gediend ben van die NSB-streken. Beetje middernacht mensen op de deur kloppen. Schande. In de bange jaren 40, 45 was onverwachts bezoek s'nachts misschien wel het einde. En er zijn nog steeds mensen die daar last van hebben. Nou, heb je nagedacht, hè, Anton? Wist jij natuurlijk niks van. Jouw vader zal je niet al te veel hebben verteld over die tijd. Maar wij, de mensen van het verzet, hadden te maken met verraad en ontdekking. Met nacht en nebel. Met... En nu met kijk- en luistergeld, zoals wij allemaal. Ja, en voor? Voor ellende en narigheid. Voor rotprogramma's. Voor stinkquizzen en vervelende series. Hier, kabeltelevisie. 24 netten puin. Hier, alsjeblieft. Drie nazi-net op een rij. Vind jij natuurlijk mooi, maar ik kan geen moffie meer horen. Hier, alsjeblieft, Italiaans. Wat moet ik met Italiaans? Zie ik eruit als een pizzabakker? Hier, alsjeblieft. Hier. U bent mevrouw Huisman, niet mevrouw Schuit? Oh ja, dat nog mooier. Ondervragen ze ook nog maar eens naar onze huwelijkse staat. Wel eens van een meisjesnaam gehoord, Brein. Het adres klopt toch of niet? Ja, het adres klopt. Nou dan, en hou eruit, mislukte afperser. En zeg maar tegen het tuig in Hilversum dat ze iets goed moeten gaan doen voor het geld. Ja, goed. Neem me niet kwalijk, meneer Schuit. Mevrouw Schuit. 9 uit de klok! Dat willen we terug! Het gulden schot! Zeg dat maar! Hoe vind je ze? Mevrouw Schuit. Ik ben nog nooit zo beledigd geweest. Nou, nog 170 gulden durven vragen voor die doffe ellende. Het is toch God geklaagd? De idee. Nou ja, even zo goed bedankt, Therese. Nou, niks te danken. Kijk, dat bedoel ik nou, hè? Als we maar samen doen. Samen onze krachten bundelen. Wat doe je nou, Therese? Nee, laat mij nou de financiën. Nee, dat is geregeld. Ja, het is goed. Ik vind het een goed idee. Ik doe het. Je doet wat? Ik ga akkoord met jouw voorstel. Ik accepteer zelfs die 2,50 voor het kijken naar tv. Dus dan krijg ik van jou nou 82,50. Wat? Ja, we trekken gewoon die 2,50 af van jouw helft van het kijk- en luistergeld. Zo. Ja, je hebt volkomen gelijk, hoor. We zouden wel gek zijn als we niet wat meer samen zouden doen. Wil jij ook nog wat koffie, Alfred? Haal dan eerst nog wat koekjes uit de keuken, wil je? Het komt nooit meer goed. Ik
het over die deur, mens. Ons hele huis wordt gesloopt als we niet oppassen. En jij begint weer te meijeren over die deur. Maar mensen, mensen, laten we even rustig gaan zitten. Dan kan ik uitleggen in alle rust wat het... Wel een puinhoop. Even langs. Hm? U zult zien, meneer Schuit. Het wordt weer als nieuw. Misschien wil ik dat wel helemaal niet. Niet als me dat een vermogen aan uw verhoging gaat kosten later. Heb ik nog wat te zeggen over wat er in mijn eigen huis gebeurt? Of waar zit dat? Tuurlijk hebt u inspraak, meneer Schuit. Dat is goed dat u dat zegt. Want ik heb 3 kleuren tegels bij me voor de douche. U mag zelf kiezen. De hele renovatie is natuurlijk een goedkope truc om die huur omhoog te kunnen gooien. Nee, we doen het allemaal voor u, meneer Schuit. Moet u eens kijken. Sahara beige. Bonaire blauw. En Hollands blank. U mag ze even houden, hoor. Kunt u nog over denken? Dan nog iets. Oh ja, hier heb ik het. In sommige gevallen is het mogelijk, indien gewenst, de woning middels koop te verwerven. Waar slaat dat op? Nou, om al te grote spreiding van de woningen tegen te gaan, is het in sommige gevallen mogelijk dat huurders het huis waar ze in wonen kunnen kopen onder gunstige condities. Ja, maar dat is in ieder geval niet van toepassing. Waarom dan wel niet? Je bent oud. Dat is meer een regeling voor jonge gezinnen, zal ik maar zeggen. Waarom zou u op uw leeftijd nou een huis willen kopen? Om types zoals jou in die bunker wel buiten de deur te houden, bijvoorbeeld. Schuit, u moet gewoon fijn huren, dat is veel verstandiger. Ja, kan het dan wel of kan het niet? Nou, in principe kan dat wel, maar in praktijk niet. In uw geval. Mijn geval? Dus nou opeens ben ik in geval, is het dat? Nee, natuurlijk. In principe geldt die regeling natuurlijk wel voor u. Zou u uw huis willen kopen? Kom, zeg, we zien me vooran. Waarom zou ik die babbel willen kopen? Je hebt er net gehoord wat die koppelbas heeft gezegd. Geen arm of die daar aan denkt. Nee, het gaat me om een principe. Daar gaat het me om. Ik moet een keus kunnen maken. Een keus, daar gaat het om. Net zoals tegen de mof. Ja, nou, natuurlijk. Tuurlijk, gelijk. Ja. De keus is nu. Mooi. Dat wil ik alleen maar even zeggen. Ja, ik heb het wel gezien. Nou, boven valt reuze mee. Moet goed onderhouden. Een paar kleine dingetjes, maar... Het was een heel verschil met beneden. Tja, aan het huis herkent men de bewoner. Maar hoe zit het nou met die deur op de trap? Dat valt net even buiten het pakket, mevrouw. Maar ja, ik vraag het voor u na. Dus alleen beneden de grote beurt. Wat doen we met meneer? U bedoelt... Die gaat toch wel weg, mag ik hopen. Meneer gaat helemaal niet weg. Ik heb moeilijk om hem heen bouwen. Ja. Hebben jullie niks anders? Een wisselwoning hier of zo? Een flink eind uit de buurt als het kan. Alleen flats in Zuidoost. Ideaal. Zijn jullie helemaal belazerd? Misschien wel het beste, meneer Schuit. En die flats zijn het enige wat leegstaat, ben ik bang. Vertel mij wat, ja. Met toch geen geld toekrijgen er normale mensen in. En mij ook niet. Maar hij kan hier niet blijven. Dat wordt grote problemen met de jongens. Problemen met de jongens? Nee, ik zou me een beetje weg laten sturen door een zootje zwartwerkers naar Klein Paramaribo. Over mijn lijk. Hoor je dat, betonvlechter? Over mijn lijk. Goed, niet naar Klein Para. Naar Zuidoost. Hebt u misschien familie, meneer Schuit? Hij heeft een dochter in Goes. Jou spreek ik nog Belgisch paard. Zij zijn straks weg, maar hier nog steeds geen deur op je trap onthouden. Ook niet naar Goes, begrijp ik. Nou, jullie zien maar, ik heb nog meer te doen. Mevrouw Huisman. Nee, voor het huis. Oh, ik reken op u voor die deur op de trap. Schuit. Denkt u er maar eens rustig over na, meneer Schuit. We hebben nog wel even, want het is nog niet zover. Denkt u dan ook even over de kleurtegels? Wij houden contact. Dag meneer Schuit. Tot ziens. Dag mevrouw Huisman. Wat een alleraardigste heren. Zo, dat zijn ze allemaal. Nou, dat was het wel zo'n beetje, hè? Manden, klok, voer. Ah, leuk netje trouwens. Hoeveel zijn het er wel niet? Veel.
Ja, precies weten doe ik het niet. Ze waren van mijn vader zalig, hè? Ja. Ah, zijn lust en zijn leven. Gek was hij met die beest. En hij won er prijzen mee? Nou, wat heet kampioenen, meneer? Stuk voor stuk. Nee, daar gaat meneer heel veel plezier aan beleven, hoor. Aan die, duiven. Ja, want we wilden wel wat aan verdienen, ja. Nee, dat is wat ik zeg. Het is een hele goede investering. Het is een goudmijntje. Nee, het is dat ze ons te veel aan vader deden denken. Anders hadden we ze natuurlijk nooit weggedaan, hè. Dan zouden we er zelf nog wel wedstrijd mee gevlogen hebben, maar nou ja, de emotie. Ja, die 3000 piek zullen ook wel een beetje geholpen hebben, hè? Ah, meneer, schijn er toch uit. Hou nou toch op, zeg. Als we per stuk hadden verkocht, dan hadden we de kapitalen voor kunnen krijgen. Maar dat vaders levenswerk in zijn geheel behouden kon blijven, dat heeft voor ons toch de weegschaal doen doorslaan. En we zagen met meneer hier dat we natuurlijk met een echte duivenliefhebber van doen hadden. Ah, dat begrijp jij niet, Fred. Hé, hey, duiven, dat zit in mijn bloed. Wij hadden thuis een schilderij, mijn duiven. Oh, mooi. Ja. Zeg, nou, ik moet er weer vandoor, dus als we even kunnen afrekenen. Oh, nee, hè, want dan kan de familie zich weer aan het rouwproces wijden. Hè, zal ik maar zeggen. Wat ik vragen wou, hoe zit het met de garanties? Want het is natuurlijk wel een hoop geld. Nou, succes gegarandeerd hoor, meneer. Daar hoeft u zich geen zorgen over te maken. Wel een beetje rustig aandoen, u moet ze niet meteen loslaten. Maar wanneer kunnen we er dan mee beginnen? Snel, snel. Een paar weekjes, maandje. Zeg ik toch wel. 9.000, 3.000. Zo, nou. En als u ze nog eens een keertje wil zien, kom gerust langs. Hoor. Nou, dat is heel erg aardig van u, maar ik ben bang dat het me te zeer aangrijpt. Hè. Het is nog vers en... nee, beter zo. Ja. Nou, dus veel succes, heren. En zorg goed voor ze. Hé, hey, daar kan ik op rekenen, hoor. Oké. Okay. Ja. Fantastisch, zo fantastisch nou. Help me even die beesten in die hokken doen, man. Kom nou. Kom maar. De duivel schijnt ook op de grote hoofd. Ja, dat is wel waar. Ja. Pilsje, Fred. Hey, Fred. Die is voor mij, Frits. En meteen even... Jullie kennen elkaar? Joop, Fred. Ja, ik heb reeds genoeg gehad. Hoe is het met het rouwproces? Ja, dat blijft moeilijk, hè. Dat blijft moeilijk. Goeie vader. Hey, laat me zitten. Ja, je ziet er ook erg aangeslagen uit, ja. Maar geld maakt een heleboel goed, geloof ik. Zeg, wat ik trouwens nog wil vragen. Ik wist niet dat die brief voor de kinderen had. Ja. Ja, maar kijk, ja, we waren niet zo familiezie. Hè, zou ik maar zeggen. Ja. Goeie vader. Dom, zeg, ik moet er vandoor. Er komen nog mensen kijken. Hé, hey, Joop, ik vond het gezellig. Ik hoop jou ook succes in Nijmegen. Hé! Hey! Doei! Hé, hey, er zit iets op je rug, Fred. Hé? Hey? Gadverdamme, die vuile stinkduiven. Maar dat is schuld van die stomme Arie. Biele randfiguur. Dus tegenwoordig duivenmelk, rovier hem. Heb al die duiven overgenomen die oude Brevoort. Ja. Daar ken ik dat lekkere zoontje van. Ja, die is alles aan het verpatsen. Oh, zeg, heet Arie die duiven? Ah, leuke hobby. Duur, maar leuk. Ja, maar wel bij mij achter. Daar heb ik overal goed voor. Hoe bedoel je duur? Nou, dat is een heel gedoe en zo, hè. Je moet met wedstrijden meedoen, je moet die beesten vervoeren en je moet lid worden van een club. En dan dat speciale voer. Nou, dat tikt lekker aan, hoor. Maar ja, wat ik zeg, ook heel leuk. Maar je kan het er wel aan verdienen? Ja, aan de lotto ook, Fred. Zie je wel. Ik wist wel dat hij zich liet nippen. En die link mij maar rondjes geven van Arie 3000 piek. Dat is toch penis, man. Dat zoontje dat heeft zeker 80 mil overgehouden aan de dood van die man van Brevoort. Misschien wel een tonnetje. Een tonnetje? Ja. Ik dacht dat jouw Brevoort ging lachen. Laat hem maar zijn kont te krabben. Maar dat had hij ook niet. Maar dit huisje van hem. Ja, dit heb hij 3 maanden geleden gekocht. Voor heel weinig dus. En nou gooit zo'n lief het in de verkoop. Ja, is toch om achtelijk van te worden, Fred. Ik begrijp het niet. Dat hele blok waar Joop Brevoort in woonde, dat is verkocht een paar maanden geleden. Aan de huurders. Voor de verhuurde prijs natuurlijk. Voor heel weinig dus. En nu staat het leeg. Ja. Bingo, koekenbakker. Kassa. Kijk, bewoond zal die dingen geen reet voor, maar leeg. Hoe zal gaan? Nou, dan lieg ik niet, Fred. 120.000, 130.000. Ja. Dus. Dus, crying all the way to the bank, man. Volkopen en leeg verpatsen. Ah, je
Ik snap er ook geen reet van. Frits, doe hier wat. Het is toch een buitenkansje, man. Ik wou dat die ouwe van mij zo dood ging. Hé, Frits. Denk er, joh. Daar gaat het over. Moet ik even langs, Frits? Jongen, zeg. Ik ben blij dat ik wegga. Wanneer ga je dan verhuizen? Hè? Wanneer ga je dan verhuizen? Oh, een week of twee, hoop ik. Er moet nog het een en ander gebeuren. Maar hoe is dat in ik dan? Dan zoekt u toch gewoon een nieuwe huurder. Ik heb nog wel een paar vrienden die omhoog zitten. Alsjeblieft niet, zeg, kom. Je bent me alles meegevallen, dat geef ik eerlijk toe. Maar om hier nou meteen een opvangcentrum voor zwarte flikkers te beginnen, nee. Nou, dan niet. Hé, hey, mevrouw Huisman. Zeg, is uw tv nog niet gemaakt? Praat er me niet van. Nou, zal ik dan maar wat koffie zetten? Nee, dank je, ik heb zelf. Ik heb maar niet op zijn gastvrijheid gerekend. Nou, misschien zou u een beetje normaler tegen mevrouw Huisman kunnen doen. Het is maar een idee, hoor. Een slecht idee, ja. Nou ja, ik ga in mijn nieuwe huis aan de slag. Veel plezier samen, hè? Dag! Bingo, begint steeds het bij te komen. 5, 21, 57, 57. Bingo! Bingo, prima! 100 gulden erbij en zelden nieuwe kaarten. Daar komen ze weer, de oneven getallen. Voor Adjan Bart... En we strepen er 8 weg. En Henny en Christian krijgen natuurlijk weer de even getallen. Daar komen ze. Dank je. Ook daar verdwijnen er 8. Volgende woord. Jammer. Heb jij dan misschien voor mij... A-R-T. Ja, natuurlijk. O-A-L-O-M-P. Dank je. Nou. We moeten maar iets van zien te maken, hè? Ik mag hopen dat mijn tv morgen gerepareerd wordt. Ach ja, die tv, ja, nee, natuurlijk. Nee, maar dat bedoelde ik niet. Ik bedoel het meer in zijn algemeenheid. Bij wijze van spreken, het leven dus. Kijk, ik zat zo te denken. Als Winston straks weggaat, dan zijn we toch op elkaar aangewezen, ja toch? Ja, ik wil niet zeggen dat we iedere dag samen moeten eten. Hè? Dat wil ik helemaal niet zeggen. Het is meer dat we af en toe samen wat kunnen doen als we dat willen. TV kijken bijvoorbeeld. Meer samen doen? Jij en ik? Ja. Winston en ik hadden daar een prima regeling voor. Ik deed wel eens een boodschapje en Winston kookte dan altijd. Dat hadden we toch goed geregeld? Jij deed wel eens een boodschapje? Ja. En dat voor ons allebei was dat een uitkomst, vraag maar een Winston. En we deelden de kosten. De avond valt, de dag is voorbij, je loopt eenzaam over straat. Ooit was het in voor en in tegenspoed, nu weet je, diep in je hart. Het komt nooit meer goed. Wat moet je met mijn planten? We hebben hier ruimte nodig, man. Misschien kun je ook wat doen, dit is maar een idee. Een slecht idee, ja. Net zoals die duiven, leren troep. Wil je er nou spijt van te krijgen? Zit je nou te zeiken, man? Je geeft ze één vinger en voor je het weet zit je heel huis vol met die stinkduiven. Vlieg het ongedierte. Jij maakt misbruik van het feit dat ik geen nee kan zeggen. Dat zou je ook. Ze gouden deal maar als je het mij vraagt. Ik lever de duiven, ik verzorg ze, ik heb de know-how. Ja, en ik de overlast, ja. Straks het gezeik met de buren. En dat Belgische kring wat ze het regen aan gaat bemoeien. En waarvoor? Voor de kwart van de winst, vuile afzetter. Welke winst, moet ik toch zien. Trouwens, als je niet bevalt, dan pak je de boel er niet lekker in. Wacht jij nou maar dat straks het prijzengeld hier dat rottige plaatje van je komt opvliegen. En doe ondertussen wat wil je. Hoe eerder wij die troep hier klaar hebben, hoe eerder wij gaan verdienen. Begin jij even met dat net. Net? Welk net? Het net daar. Wat is dat net nou weer voor? Ja, dat ze niet wegvliegen natuurlijk. Die beesten moeten wennen. Zonder net zijn die meteen vertrokken. Prima duif, ik hoor het al. Ik dacht dat het de juiste bedoeling was dat die beesten iedere keer terugkwamen. Ja, dat
doen ze ook, maar niet meteen. Doe die beesten weten niet meteen dat ze naar dit adres moeten terugvliegen. En wat mag dit voorstellen? Zei ik, Fabiola gaat ze tegenaan bemoeien. We vroegen ons al af waar je bleef. Dat zijn duivenhokken. Ja, dat zijn postduivenhokken, mevrouw Huismans. Ik kon een partij op de kop tikken en ik kon ze bij mij niet kwijt, dus... Postduiven? Ja, maar u zal er verder geen last van hebben, hoor. U zult zien dat wij... Mijn vader hield ook duiven. Oeh, dat doet mij denken aan mijn jeugd in de Kempen. Oh ja. Is uw vader ook duivenmelker? Hoor je dat, Fred? Ja, ik hoor het, ja. Ah, dat lieflijke koer en die tortelende duiven en die til in de tuin. Och, zo... Ik wist wel dat het een slecht idee was. Als zij het leuk vindt, ben ik helemaal overtuigd. Gadverdamme. Nou, hier zoeken we samen maar uit. En dat roekoe. Ja, dat geluid. Dat roekoe. Dat roekoe. Nee, dat komt nog niet. Ja? Wat moet jij nou weer? Ah, meneer Schuit. Mag ik u even voorstellen? Dat is meneer Voorthuis, de aannemer. Ja, meneer en ik kennen elkaar. Oh ja? Nou, dat treft. Wij kwamen het huis bekijken in het kader van de renovatie, weet u nog. Schikt het? Helpt als ik nee zeg. Die meneer Schuit. Altijd zo'n origineel gevoel voor humor. Nou ja, dat is lachen. Nou, dat is het dan. Ik ken de griepers. Nou, even kijken. U zult zien, meneer Schuit. Het wordt weer als nieuw. U bent natuurlijk mevrouw Huisman. Mag ik me even voorstellen? Henk van der Erebeemt, projectleider van de renovatie. Aangenaam. Aangenaam. Ik neem aan dat meneer Schuit wel verteld heeft wat er te gebeuren staat. Nee, niet precies, nee. Beetje langzaam praten graag. Mevrouw Huisman hier is Belgische, dus een beetje traag van begrip. Bovendien hield haar vader duif, ik bedoel maar. En meneer Schuit hier is Hollands, dus onbehouden. En overigens een buitengewoon onaangenaam mens, maar dat zult u al wel gemerkt hebben. Tussen de schuttingstaal door heb ik inderdaad begrepen dat het huis opgeknapt gaat worden. Wat dunkt me hoog tijd wordt. En daar wou ik het nou eens met u over hebben. Ik heb al meerdere malen gevraagd om een deur op mijn trap. Daar gaan we weer, de deur op de trap. Zei ik toch niet al... Ik verrekende bijvoorbeeld de kosten van de boodschappen weer voor een deel met zijn huur. En dat hielden we allemaal heel precies bij. Wie hield dat bij? Ja, ik natuurlijk, logisch. Kijk, rekenen en exactheid zijn natuurlijk niet direct links onze sterkste punten. Het is en blijft een Surinamer. Ja, niks te nadeel hoor, fijne jongen. Maar kijk, dat soort dingen kan je natuurlijk beter aan mij overlaten. Kijk. Oh ja, hier heb ik het. Kijk, zo hield ik dat bij. Eerlijk en precies, streng maar rechtvaardig. Kijk, hier staat bijvoorbeeld dat Winston na aftrek van kosten nog 135 gulden van me krijgt. Weet hij dat ook? Ja, dat zal ik hem vertellen. Dat zal ik hem ook heel snel geven. Maar daar gaat het nou niet om. Kijk, Winston gaat weg, dus die bladzij slaan we om. En ik stel voor dat wij samen met een schone lei beginnen. Wat vind je ervan? Ik had liever dat mijn tv gemaakt werd. Ja, natuurlijk. Maar intussen zit je toch goed en je kan kijken zoveel als je wilt. Oh ja? Nou, in dat geval, ik denk er wel eens over na. Maar graag even stil dan, ik wil liever meespelen. Ja, nee, natuurlijk. Ga rustig je gang. Dan reken ik het wel even uit, hè. Wat bedoel je eigenlijk met dan reken ik het even uit? Even kijken. Laat ik iets onredelijk blijven. Een beetje afschrijving, een beetje bijschrijving. Mooi. Heb je nog een beetje koffie? Ja, tuurlijk. Wat heb je nou uitgerekend? Niets. Gewoon dat jij bij mij nu tv kijkt en wat dat kost. Wat dat kost? Ja, natuurlijk. Je kijkt bij mij tv en dat kost geld, stroom. En je wil een beetje op een knappe bank zitten en je machine is al een kistje. Nou, dat heb ik afgemaakt. Even kijken. Oh, 2,50 gulden. Leek me niet onredelijk. En dat verrekenen we dan straks wel met de boodschap of zo. 2,50? Ja, het is natuurlijk een symbolisch bedrag. Het gaat om principe. Nou, als jij nou dacht dat ik jou ging betalen omdat jij mijn tv kapot gemaakt hebt... Wat zul je de mensen, we delen toch? Net voor het een goed idee. Delen? En de koffie dan? Hoe zit het daarmee? Dat is mijn koffie. De koffie valt weg tegen het koekje. Laat alsjeblieft redelijk blijven, zeg. Jij, nou, dat... En die tv gaat uit. Zolang er onderhandeld wordt, wordt er geen tv gekeken. Uit met dat ding. Ja, dat moet wel. Ja. Goedenavond, meneer Schuit. Mijn naam is Veen, PTT, dienst kijk en luisterbijdrage.
Heeft u een televisietoestel in huis? Nee, nou het gaat ook. Gaat wat minder daar? Zal maar eens hiernaast gaan kijken, zult u een mooie slag slaan. Goedenavond. Komen ook aan de beurt, meneer Schuit. Mag ik even binnenkomen? Ik heb toch gezegd dat ik geen tv in huis heb? In dat geval zullen we er ook geen bezwaar tegen hebben dat ik dat even controleer. Toevallig wel, ja. Ik heb geen tijd voor dit soort discussies, meneer Schuit. Als u mij nu niet binnenlaat, zal ik de politie erbij moeten halen. Oh, ja. Kijk weer niet alleen af. Dank u wel. Je stapel met tonen. Was jij niet in de oorlog voor malaria, of dat je vader? Rover, R-O-P-E-R. Ik noteer dus 1 opvangeenheid voor televisie... en 1 ontvangeenheid voor radiosignalen. Zo, 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 zo. Dat wordt een flinke boete. En misschien zelfs wel in beslagname van de apparatuur. Wie is dat? Meneer Mussert hier is van de... Dienst kijk- en luistergeld, mevrouw. En er is hier niet betaald. Ik heb wel betaald. Betaal altijd. Met gezonde tegenzin, dat is waar. Want om nou te zeggen dat je er iets voor terugkrijgt... Maar bewijs je natuurlijk kwijt, hè? Nee, helemaal niet. Ik zal het even pakken. Oh. En? Hoe bevalt het nou, zo'n razzia? Als u wel betaald heeft, waarom zegt u dat er niet gewoon? Omdat ik niet gediend ben van die NSB-streken. Beetje middernacht mensen op de deur kloppen. Schande! In de bang in jaren 40. Ik staal door, heb ik inderdaad begrepen dat het huis opgeknapt gaat worden. Wat dunkt me hoog tijd wordt. En daar wou ik het nou eens met u over hebben. Ik heb al meerdere malen gevraagd om een deur op mijn trap. Daar gaan we weer, de deur op de trap. Zeik toch niet altijd over die deur, mens. Ons hele huis wordt gesloopt als we niet oppassen. En jij begint weer te meijeren over die deur. Mensen, mensen, laten we even rustig gaan zitten. Dan kan ik uitleggen in alle rust wat het... Wel een puinhoop. Ik ga even langs. U zult zien, meneer Schuit. Het wordt weer als nieuw. Misschien wil ik dat wel helemaal niet. Niet als me dat een vermogen aan uw verhoging gaat kosten later. Heb ik nog wat te zeggen over wat er in mijn eigen huis gebeurt? Of waar zit dat? Tuurlijk hebt u inspraak, meneer Schuit. Dat is goed dat u dat zegt. Want ik heb 3 kleuren tegels bij me voor de douche. U mag zelf kiezen. De hele renovatie is natuurlijk een goedkope truc om die huur omhoog te kunnen gooien. We doen het allemaal voor u, meneer Schuit. Moet u eens kijken. Sahara beige. Bonaire blauw. En Hollands blank. U mag ze even houden, hoor. Kunt u nog over denken? Dan nog iets. Hier heb ik het. In sommige gevallen is het mogelijk, indien gewenst, de woning middels koop te verwerven. Waar slaat dat op? Nou, om al te grote spreiding van de woningen tegen te gaan, is het in sommige gevallen mogelijk dat huurders het huis waar ze in wonen kunnen kopen onder gunstige condities. Ja, maar is in uw geval niet van toepassing. Waarom dan wel niet? Je bent oud. Dat is meer een regeling voor jonge gezinnen, zal ik maar zeggen. Waarom zou u op uw leeftijd nou een huis willen kopen? Om types zoals jou in die bunker maar buiten de deur te houden, bijvoorbeeld. Schuit, u moet gewoon fijn huren, dat is veel verstandiger. Ja, kan het nog wel of kan het niet? Ja, in principe kan dat wel, maar in praktijk niet. In uw geval. Mijn geval? Dus nou opeens ben ik in geval, is het dat? Nee, natuurlijk. In principe geldt de regeling natuurlijk ook voor u. Zou u uw huis willen kopen? Kom, zeg me, zie me vooran. Waarom zou ik die bafel willen kopen? Je hebt er net gehoord wat die koppelbas heeft gezegd. Geen arm of die daar aan denkt. Nee, het gaat me om een principe. Daar gaat het me om. Ik moet een keus kunnen maken. Een keus, daar gaat het om. Net zoals tegen de mof. Ja, nee, natuurlijk. Tuurlijk, gelijk. Ja. De keus is nu. Mooi. Dat wil ik alleen maar even zeggen. Ja, ik heb het wel gezien. Nou, boven valt reuze mee. Moet goed onderhouden. Een paar kleine dingetjes, maar... Dat is een heel verschil met beneden. Tja, aan het huis herkent men de bewoner. Maar hoe zit het nou met die deur op de trap? Dat valt net even buiten het pakket, mevrouw. Maar ja, ik vraag het voor u na. Het is alleen beneden de grote beurt. Wat doen we met meneer? Ik bedoelt... Die gaat toch wel weg, mag ik hopen. Meneer gaat helemaal niet weg. Ik heb moeilijk om hem heen bouwen. Ja. Hebben jullie niks anders? Een wisselwoning hier of zo? Een flink eind uit de buurt als het kan. Alleen flats in Zuidoost. Ideaal.
Zijn jullie helemaal belazerd? Misschien wel het beste, meneer Schuit. En die flats zijn het enige wat leegstaat, ben ik bang. Vertel mij wat, ja. Bent toch geen geld toekennen aan normale mensen in. En mij ook niet. Maar hij kan hier niet blijven. Er worden grote problemen met de jongens. Problemen met de jongens? Nee, ik zou me een beetje weg laten sturen door een zootje zwartwerkers naar Klein Paramaribo. Over mijn lijk. Hoor je dat, betonvlechter? Over mijn lijk. Goed, niet naar Klein Para. Naar Zuidoost. Hebt u misschien familie, meneer Schuit? Hij heeft een dochter in Goes. Jou spreek ik nog Belgisch paard. Zij zijn straks weg, maar er is hier nog steeds geen deur op je trapeltouw. Ook niet naar Goes, begrijp ik. Nou, jullie zien maar, ik heb nog meer te doen. Mevrouw Huisman. Meneer Voorthuizen. Oh, ik reken op u voor die deur op de trap. Schuit. Denkt u er maar eens rustig over na, meneer Schuit. We hebben nog wel even, want het is nog niet zover. Kijk, Hey Joop, ik vond het gezellig. Ik hoop jou ook succes in... Nijms af. Hey! Doei! Hé, er zit iets op je rug, Fred. Hé? Hey? Gadverdamme, die vuile stinkduiven. Maar dat is schuld van die stomme Arie. Biele randfiguur. Dus tegenwoordig duivenmelk, hoe vier hem. Heb al die duiven overgenomen die oude Brevoort. Ja. Daar ken ik dat lekkere zoontje van. Ja, die is alles aan het verpatsen. Oh, zeg, heeft Arie die duiven? Ah, leuke hobby. Duur, maar leuk. Ja. Maar wel bij mij achter. Daar heb ik overal goed voor. Hoe bedoel je duur? Nou, dat is een heel gedoe en zo, hè. Je moet met wedstrijden meedoen. Je moet die beesten vervoeren. En je moet lid worden van een club. En dan dat speciale voer. Nou, dat tikt lekker aan, hoor. Maar ja, wat ik zeg. Ook heel leuk. Maar je kan er toch wel aan verdienen? Ja, aan de lotto ook, Fred. Zie je wel. Ik wist wel dat hij zich liet neppen. En die link wie gaan maar rondjes geven van Aardje 3000 piek. Dat is toch penis, man. Dat zoontje dat heb zeker 80 mil overgehouden aan de dood van die maffe Brevoort. Misschien wel een tonnetje. Een tonnetje? Ja. Ik dacht dat jouw Brevoort ging nagelaten om een seconde krabben. Maar dat had hij ook niet. Maar dit huisje van hem. Ja, dit heb hij 3 maanden geleden gekocht. Voor heel weinig dus. En nou gooit zoon liever het in de verkoop. Ja, dat is toch onachtelijk van te worden, Fred. Ik begrijp het niet. Dat hele blok waar Joop Brevoort in woonde, dat is verkocht een paar maanden geleden. Aan de huurders. Voor de verhuurde prijs natuurlijk. Voor heel weinig dus. En nu staat het leeg. Ja? Bingo, koekenbakker. Kassa. Kijk, bewoont zal die dingen geen reet voor, maar leeg. Hoe zal gaan nou? En dan lieg ik niet, Fred. 120.000, 130.000. Ja. Dus. Dus. Dus kraaien all the way to the bank, man. Volkopen en leeg verpatsen. Ah, je snapt ook geen reet van. Frits, doe hier wat. Het is toch een buitenkansje, man. Ik wou dat die ouwe van mij zo dood ging. Hé, hey Fred. Denken, joh. Dan gaan we het over. Moet ik maar even langs, Frits. Jongen. Zeg, ik ben blij dat ik weg ga. Wanneer ga je dan verhuizen? Hè? Wanneer ga je dan verhuizen? Oh, een week of twee, hoop ik. Er moet nog het een en ander gebeuren. Maar hoe is dat in ik dan? Dan zoekt u toch gewoon een nieuwe huurder. Ik heb nog wel een paar vrienden die omhoog zitten. Alsjeblieft niet, zeg, kom. Je bent me alles meegevallen, dat geef ik eerlijk toe. Maar om hier nou meteen een opvangcentrum voor de zwarte flikkers te beginnen, nee. Nou, dan niet. Hé, hey, mevrouw Huisman. Zeg, is uw tv nog niet gemaakt? Praat er me niet van. Nou, zal ik dan maar wat koffie zetten? Nee, dank je. Ik heb zelf. Ik heb maar niet op zijn gastvrijheid gerekend. Nou, misschien zou u een beetje normaler tegen mevrouw Huisman kunnen doen. Het is maar een idee, hoor. Een slecht idee, ja. Nou ja, ik ga in mijn nieuwe huis aan de slag. Veel plezier samen, hè? Dag! Bingo, begint steeds weer voorbij te komen. 57. Bingo, prima. 100 gulden erbij en dezelfde nieuwe kaarten. Daar komen ze weer, de oneven getallen. Voor Ad-Jan Bart. En we strepen er 8 weg. En Henny en Christian krijgen natuurlijk weer de even getallen. Daar komen ze. Dank je. Ook daar verdwijnen er 8. Volgende woord. Jan Bart. Heb jij dan misschien voor mij... Ja, natuurlijk. A-L-O-M-P.
Dank je. Alsjeblieft. Nou. We moeten maar iets van zien te maken, hè? Ik mag hopen dat mijn tv morgen gerepareerd wordt. Ach ja, die tv, ja. Nee, natuurlijk. Nee, maar dat bedoelde ik niet. Ik bedoel het meer in zijn algemeenheid. Bij wijze van spreken, het leven dus. Kijk, ik zat zo te denken. Als Winston straks weggaat, dan zijn we toch op elkaar aangewezen, ja toch? Ja, ik wil niet zeggen dat we iedere dag samen moeten eten. Hè? Dat wil ik helemaal niet zeggen. Het is meer dat we af en toe samen wat kunnen doen als we dat willen. TV kijken bijvoorbeeld. Meer samen doen? Jij en ik? Ja. Winston en ik hadden daar een prima regeling voor. Ik deed wel eens een boodschapje en Winston kookte dan altijd. Dat hadden we toch goed geregeld? Jij deed wel eens een boodschapje? Ja. En dat volgens ons allebei was dat een uitkomst. Vraag maar een Winston. En we deelden de kosten. Ik verrekende bijvoorbeeld de kosten van de boodschappen weer voor een deel met zijn huur. En dat hielden we allemaal heel precies bij. Wie hield dat bij? Ja, ik natuurlijk. Logisch. Kijk, rekenen en exactheid zijn natuurlijk niet direct Winston zijn sterkste punten. Het is en blijft een Surinamer. Ja, niks te nadeel hoor, fijne jongen. Maar kijk, dat soort dingen kan je natuurlijk beter aan mij overlaten. Kijk. Oh ja, hier heb ik. Kijk, zo hield ik dat bij. Eerlijk en precies, streng maar rechtvaardig. Kijk, hier staat bijvoorbeeld dat Winston na aftrek van kosten nog 135 gulden van me krijgt. Weet hij dat ook? Ja, dat zal ik hem vertellen. Dat zal ik hem ook heel snel geven. Maar daar gaat het nou niet om. Kijk, Winston gaat weg, dus die bladzij slaan we om. En ik stel voor dat wij samen met een schone lei beginnen. Wat vind je ervan? Ik had liever dat mijn tv gemaakt werd. Ja, natuurlijk. Maar intussen zit je toch goed? En je kan kijken zoveel als je wilt. Oh ja? Nou, in dat geval, ik denk er wel eens over na. Maar graag even stil dan, ik wil liever meespelen. Ja, nee, natuurlijk. Ga rustig je gang, dan reken ik het wel even uit, hè? Wat bedoel je eigenlijk met dan reken ik het even uit? Even kijken, laat ik niet onredelijk blijven. Een beetje afschrijving, een beetje bijschrijving. Mooi. Heb je nog een beetje koffie? Ja, tuurlijk. Alsjeblieft. Wat heb je nou uitgerekend? Niks. Gewoon dat jij bij mij nu tv kijkt en wat dat kost. Wat dat kost? Ja, natuurlijk. Je kijkt bij mij tv en dat kost geld, stroom. En je wil een beetje op een knappe bank zitten en je machine is al een kistje. Nou, dat heb ik afgemaakt. Even kijken. Of 2,50 gulden. Leek me niet onredelijk. En dat verrekenen we dan straks wel met de boodschap of zo. 2,50? Ja, het is natuurlijk een symbolisch bedrag. Het gaat om principe. Nou, als jij nou dacht dat ik jou ging betalen omdat jij mijn tv kapot gemaakt hebt... Wat zul je de mens, we delen toch? Net voor het een goed idee. Delen? En de koffie dan? Hoe zit het daarmee? Dat is mijn koffie. De koffie valt weg tegen het koekje. Laat alsjeblieft redelijk blijven, zeg. Jij... Nou, dat... En die tv gaat uit. Zolang er onderhandeld wordt, wordt er geen tv gekeken. Uit met dat ding. Ja, dat moet wel. Ja. Goedenavond, meneer Schuit. Mijn naam is Veen, PTT, dienst kijken en luisterbijdrage. Heeft u een televisietoestel in huis? Nee, nou het gaat ook. Gaat wat minder daar? Zal maar eens hiernaast gaan kijken, zult u een mooie slag slaan. Goedenavond. Komen ook aan de beurt, meneer Schuit. Mag ik even binnenkomen? Ik heb toch gezegd dat ik geen tv in huis heb? In dat geval zullen we er ook geen bezwaar tegen hebben dat ik dat even controleer. Toevallig wel, ja. Ik heb geen tijd voor dit soort discussies, meneer Schuit. Als u mij nu niet binnenlaat, zal ik de politie erbij moeten halen. Oh, ja. Het weer niet alleen af. Dank u wel. De avond valt, de dag is voorbij. Je loopt eenzaam over straat. Ooit was het in voor en in tegenspoed. Nu weet je, diep in je hart. Het komt nooit meer goed. Wat moet je met mijn planten? We hebben hier ruimte nodig, man. Misschien kun je ook wat doen, het is maar een idee. Slecht idee, ja. Net zoals die duiven, leren het roepen.
Die nou spijt van te krijgen. Zit je uit de zeiken, man? Je geeft ze één vinger en voor je het weet zit je heel huis vol met die stinkduiven. Vliegend ongedierte. Jij maakt misbruik van het feit dat ik geen nee kan zeggen. Dat zou je ook. Zo gauw een deal maar als je het mij vraagt. Ik lever de duiven, ik verzorg ze, ik heb de no-ho. Ja, en ik de overlast, ja. Straks het gezeik met de buren. En dat Belgische kring wat ze het regen aan gaat bemoeien. En waarvoor? Voor de kwart van de winst, vuile afzetter. Welke winst, moet ik toch zien. Trouwens, als je niet bevalt, dan pak je de boel er niet lekker in. Wacht jij nou maar dat straks het prijzengeld hier dat rottige plaatje van je komt opvliegen. En doe ondertussen wat wil je. Hoe eerder wij die troep hier klaar hebben, hoe eerder wij gaan verdienen. Begin jij even met dat net. Net? Welk net? Dat net daar. Wat is dat net nou weer voor? Dat ze niet wegvliegen natuurlijk. Die beesten moeten wennen. Zonder net zijn die meteen vertrokken. Prima duif, ik hoor het al. Ik dacht dat de juiste bedoeling was dat die beesten iedere keer terugkwamen. Ja, dat doen ze ook, maar niet meteen. Die beesten weten niet meteen dat ze naar dit adres moeten terugvliegen. En wat mag dit voorstellen? Dat zei ik, Fabiola gaat ze tegenaan bemoeien. We vroegen ons al af waar je bleef. Dat zijn duivenhokken. Ja, dat zijn postduivenhokken, mevrouw Huismans. Kijk, ik kon een partij op de kop tikken en ik kon ze bij mij niet kwijt, dus... Postduiven? Ja, maar u zal er verder geen last van hebben, hoor. U zult zien dat wij... Mijn vader hield ook duiven. Oeh, dat doet mij denken aan mijn jeugd in de Kempen. Oh ja, is uw vader ook duivenmelken? Hoor je dat, Fred? Ja, ik hoor het, ja. Ah, dat lieflijke koer en die tortelende duiven en die tillende tuinen. Och, zo... Ik wist wel dat het een slecht idee was. Als zij het leuk vindt, ben ik helemaal overtuigd. Gadverdamme. Nou, hier zoeken we samen maar uit. En dat roekoe. Ja, dat roekoe. Ja, dat roekoe. Nee, dat komt nog. Ja? Wat moet jij nou weer? Ah, meneer Schuit. Mag ik u even voorstellen? Het is meneer Voorthuizen, de aannemer. Ja, meneer en ik kennen elkaar. Oh ja? Nou, dat treft. Wij kwamen het huis bekijken in het kader van de renovatie, weet u nog. Schrikt het? Helpt als ik nee zeg. Die meneer Schuit. Altijd zo'n origineel gevoel voor humor. Nou ja, dat is lachen. Nou, dat is het dan. Ik ken de Gibbers. Nou, even kijken. Je zult zien, meneer Schuit. Het wordt weer als nieuw. U bent natuurlijk mevrouw Huisman. Mag ik me even voorstellen? Henk van der Erebeemt, projectleider van de renovatie. Aangenaam. Aangenaam. Ik neem aan dat meneer Schuit wel verteld heeft wat er te gebeuren staat. Nee, niet precies, nee. Beetje langzaam praten graag. Mevrouw Huisman hier is Belgische, dus een beetje traag van begrip. Bovendien hield haar vader duif, ik bedoel maar. En meneer Schuit hier is Hollands, dus onbehouden. En overigens een buitengewoon onaangenaam mens, maar dat zult u al wel gemerkt hebben. Tussen de schutten... Denkt u dan ook even over de kleurtegels? Wij houden contact. Dag meneer Schuit. Tot ziens. Dag mevrouw Huisman. Wat een alleraardigste heren. Zo, dat zijn ze allemaal. Nou, dat was er veel zo'n beetje, hè? Manden, klok, voer. Ah, leuk netje trouwens. Hoeveel zijn het er wel niet? Veel. Ja, precies weten doe ik het niet. Ze waren van mijn vader zalig, hè? Ah, zijn lust en zijn leven. Gek was hij met die beesten. En hij won er prijzen mee? Nou, wat heet kampioenen, meneer? Stuk voor stuk. Nee, daar gaat meneer heel veel plezier aan beleven, hoor. Aan die, duiven. Ja, want we wilden wel wat aan verdienen, ja. Nee, dat is wat ik zeg. Het is een hele goede investering. Het is een goudmijntje. Nee, het is dat ze ons te veel aan vader deden denken. Anders hadden we ze natuurlijk nooit weggedaan, hè. Dan zouden we er zelf nog wel wedstrijd mee gevlogen hebben. Maar, nou ja, de emotie. Ja, die 3000 piek zullen ook wel een beetje geholpen hebben, hè. Ah, meneer, schijn er toch uit. Hou nou toch op, zeg. Als we per stuk hadden verkocht, dan hadden we de kapitalen voor kunnen krijgen.
Maar dat vaders levenswerk in zijn geheel behouden kon blijven, dat heeft voor ons toch de weegschaal doen doorslaan. En we zagen met meneer hier dat we natuurlijk met een echte duivenliefhebber van doen hadden. Ja, dat begrijp jij niet, Fred. Hé, hey, duiven, dat zit in mijn bloed. Wij hadden thuis een schilderij met duiven. Oh, mooi. Ja. Zeg, nou, ik moet er weer vandoor, dus als we even kunnen afrekenen. Oh. Nee, want dan kan de familie zich weer aan het rouwproces wijden. Hè, zal ik maar zeggen. Wat ik vragen wou, hoe zit het met de garanties? Want het is natuurlijk wel een hoop geld. Nou, succes gegarandeerd hoor, meneer. Daar hoeft u zich geen zorgen over te maken. Wel een beetje rustig aandoen, dan moet ze niet meteen loslaten. Maar wanneer kunnen we er dan mee beginnen? Snel. Een paar weekjes, maandje. Zeg ik toch wel. 3000. Zo, nou. En als u ze nog eens een keertje wil zien, kom gerust langs. Nou, dat is heel erg aardig van u, maar ik ben bang dat het me te zeer aangrijpt. Hè. Het is nog vers en... Nee, beter zo. Ja. Nou, dus veel succes, heren, en zorg goed voor ze. Hé, hey, daar kan ik op rekenen, hoor. Oké. Fantastisch, nou. Help nou even die beesten in die hokken doen, man. Kom nou. Kom maar. De duivel schijnt ook op een grote hoofd. Ja. Het is wel waar. Ja. Pilsje, Fred. Hey, Fred. Die is voor mij, Fred. En meteen even... Jullie kennen elkaar? Job, Fred. Ja, ik heb reeds eens genoeg gehad. Ja. Hoe is het met het rouwproces? Ja, dat blijft moeilijk, hè. Dat blijft moeilijk. Moet je vaak. Hey, laat me zitten. Ja, je ziet er ook erg aangeslagen uit, ja. Maar geld maakt een heleboel goed, geloof ik. Zeg, wat ik trouwens nog wil vragen. Ik wist niet dat die brief voor kinderen had. Ja. Ja, maar kijk, ja, we waren niet zo familiezie. Hè, zou ik maar zeggen. Hoe je vader. Dom, hey. Zeg, ik moet er vandoor. Er komen nog mensen.